Maandag ging op 1 het programma Bloed, Zweet en Luxeproblemen van start. Karin Klaassen reisde samen met 6 jongeren naar Azië en Afrika, waar ze ervaarden hoe onze luxeproducten gemaakt worden. Milan is de zoon van Martin Prene. Ik ben naar Ghana en Sri Lanka gegaan voor het programma Bloed, Zweet en Luxeproblemen te filmen. En om natuurlijk België een beetje bewuster te maken. Hè. Wat hebben jullie daar precies uitgespookt? Ja. Dus we hebben daar gewerkt en geleefd met de lokale mensen daar. En we hebben in verschillende soorten markten geleerd hoe dat alles wordt geproduceerd. En dat gaat dan over dingen die echt werkelijk naar België komen. Dus dat was altijd wel interessant om te zien. Dingen die hier evident lijken, maar ginder het niet zijn, bedoel je? Hier is dat simpelweg kopen in de winkel en daar is dat werken, hè, dag en nacht soms. Ja, kan je zo'n voorbeeld geven? Ja, waar moeten wij meer bij stilstaan? Dat bijvoorbeeld voor een garnaaltje dat daar meer dan 5 dagen werk aan is. En dat is dan zonder het kweken en het opgroeien en het voeden van de garnalen, maar enkel het opkuisen van bijvoorbeeld de vijver waarin dat het is opgegroeid. En dat is iets waar je mee wordt gedissocieerd. Het is simpelweg kopen in de winkel voor ons. Maar daar is het dat is echt heel hard werken. En dat vergeten we soms. Jij bent de zoon van de bekende Vlaming, maar je stond nooit echt in de schijnwerpers. Heb je getwijfeld om mee te doen aan dit programma? Nee. Mijn moeder heeft het mij verteld als ik heb een telefoontje gekregen van de VRT en ze vragen of je mee op reis wilt. En dat was eigenlijk al genoeg voor mij. Dat mijn droom is om te reizen, de wereld te zien. En dat ik nu zo'n kans kreeg, dat was fantastisch. Dus ik was eigenlijk meteen verkocht en daarna bleek dat we dan nog met 5 anderen gingen. Dat vond ik ook heel leuk. En de plekken die we hebben gezien, Ghana en Sri Lanka, dat zijn 2 topbestemmingen. Sri Lanka heeft prachtige natuur. Het was de gem van Azië. En Ghana, de mensen, de cultuur, de kleuren daar, dat is prachtig.